Owen, als het nu... Ja, Owen, als het goed is, hebben we onze volgende gast aan de lijn. De heer Paquito, de heer Biervliet. Kunt u mij horen, kunt u mij verstaan? Ja, ik kan u horen. Ja. Meneer Paquito, er ontstaat een nieuwe politieke stroming, beweging in Suriname. Ja. De mensen zijn teleurgesteld in de gevestigde politieke partijen. Ja, klopt. Ik denk dat het maatschappelijk middenveld en anderen die hebben zich verenigd. En het is allemaal informeel, maar gaat deze nieuwe politieke beweging ook een politieke partij worden? Ik heb helemaal geen idee wat men van plan is. Ja. Of wat hun volgende stap zal zijn. Mm-hmm. Maar zodra het in het belang is van Suriname, dan sta ik altijd achter ze. Ja, hoe is het nu gesteld met de sociaal-economische ontwikkeling? Ik bedoel, de koopkracht van de mensen, is dat allemaal zichtbaar? Dat mensen het heel moeilijk hebben, dat ze niet rondkomen? Want dat is een van de grote problemen op dit moment. Ja, dat is eigenlijk het enige probleem, dat de mensen niet rond kunnen komen met hun salaris. Je moet nagaan de huurhuizen, eigenlijk van de ambtenaren van Suriname, is eigenlijk al een heel salaris. We hebben huurhuizen die hier geprijsd zijn in valuta. De ene in de US dollar en de andere in euro. En vaak genoeg is het 150 en 200 euro. En als je het omrekent, kom je op 4000 SRD. En dat is eigenlijk wat de gemiddelde Surinamer verdient. Ja. Ja. Weet je, en dan heb je nog de nutsvoorzieningen te betalen. Ja. Je hebt nog de benzine te betalen. Je hebt ook nog wat kinderen die je moet verzorgen. Dus sowieso... is er veel kans dat ze het niet kunnen permitteren. En op dit moment is het ook duidelijk dat de enige mensen die inleveren de ambtenaren zijn en het Surinaams bevolking. Ja. Ga je gang, Iwan. U zegt dat de mensen die vraag werd gesteld, een nieuwe beweging, en u zei van u bent nog niet op de hoogte van wat ze precies zullen doen. Betekent het dat u geen deelneemt aan deze nieuwe beweging? Nee, niemand heeft mij benaderd. Ik hoor er ook nu pas van. Dus daarom heb ik duidelijk aangegeven, als het in belang is van Suriname, wens ik ze heel veel succes. Is het de beweging die... maar u weet ook niet welke personen erachter staan of voor? Nee, helemaal geen idee. Nee, ga verder. Dus u weet niet of meneer Belfort erbij betrokken is? Nee. Ik heb de actuele zaken omtrent de nieuwe beweging heb ik helemaal niet gevolgd. Ik had me meer bezig gehouden met het groot probleem dat zich nu rond speelt in Suriname. Dat is stuw meer daar. Wateroverlast. Wateroverlast. Eigenlijk moeten we ons, maak ik me meer zorgen daarom dan een nieuwe beweging. Je moet nagaan, als dat heel fout gaat, is het decologisch bekeken dat we binnen 2 uren tot in de stad tot 1,5 uur helemaal onder water kunnen raken. En ik focus me liever eerder dan dat, dan een nieuwe beweging. Als het water tot de stad zou gaan, hè, in het beursscenario, tot de stad zou reiken, ik bedoel het Brokkepondenstuwbeer, hoeveel meter of hoeveel centimeter zo Paramaribo onder water komen te liggen. Is daar een studie over gedaan? Er is geen studie daarover gedaan, maar wat zich wat men rond zit te vertellen, het kan bij de zelfde hoogte wat nu gebeurt bij Berg en Dal, zoals u ziet, ziet u dat de hele keuken onder water is, helemaal op de dakhoogte. Weet u, we hebben te maken met het stuwmeer, is een andere tori. Ja. Weet je, we moeten zaken eerder aanpakken en niet wachten totdat het erg wordt. Precies. En dat is een Surinaams cultuur. Pas dat door die erg, dan pas de man. Hebben ze buitenlandse hulp ingeroepen? Buitenlandse deskundigheden, expertise? Als ik het zou aanpakken, zouden de buitenlanders al lang hier zijn. Ik heb nog niks op nieuws gehoord. Ik heb ook al duidelijk aangegeven dat wij Surinamers het niet gaan kunnen doen. Niet dat ik neerkijk naar de Surinamer, maar als ik zo moet bekijken hoe de Bossenbrug is gebouwd, zelf hoe Stuurdam is gebouwd.
Weet je, zijn allemaal door Amerikanen en Nederlanders. En ja, dat hebben we op dit moment nodig. We moeten niet groot zijn of ons ego zeggen van hey, we kunnen het zelf. Nee, we kunnen het niet. We hebben adviezen en informatie nodig van deskundigen van het buitenland. Ja. Die het werk al eerder hebben verricht. Ja. Maar, meneer Biervliet, het is nog erger. Ik heb net met meneer Parmisser, hebben we net even over gesproken. Ja. Het is nog erger, eigenlijk nog gênanter, want die deskundigen die Suriname nodig heeft voor dit soort projecten, zitten in het buitenland, dat klopt. Ja. En onder die deskundigen zitten een heleboel Surinamers. Maar het is geweldig. Onze kinderen en kleinkinderen die graag naar Suriname willen komen. Maar nou komt het. Suriname heeft geen diaspora-beleid. Dus onze kinderen en kleinkinderen zeggen, pa, ik vroeg, wat voor contract ga ik krijgen van Suriname? En toen zei die meneer in Suriname, je moet gewoon komen. Een deskundige gaat die gewoon komen. Ja. Nee, Owen, we begrijpen het. Dat is het. Maar dat heb ik aangegeven, dat is het Surinaams cultuur eenmaal. Ja. Daarom ben ik ook niet in oud-politiek. Men noemt me arrogant, maar dat het. Ik ben best wel zelfverzekerd daarover. Ja. Ik heb hier met heel wat gasten vergaderd in het verleden. Zover ze hadden aangegeven, hadden ze een crisis-backup plan. Dat is nog steeds niet naar voren gekomen. Er werd geprotesteerd samen met mij, tegen de heer Boutersen, tegen de IMF. Ze hebben gezegd, er zijn altijd andere opties in plaats van IMF. Vandaag de dag vinden ze dat IMF de enige optie is. Ja. Dus, we hebben meer mensen die nodig die doen en minder mensen die praten. Dat is het probleem van Suriname. Ik denk dat dat inderdaad een groot probleem is. Ik ben het helemaal met u eens dat men de zaak eerder had moeten aanpakken. Vandaar dat ik ook in het gesprek met meneer Parmisser gevraagd heb wat zijn partij eraan gedaan heeft. En we weten dat zij eigenlijk de zaak verkocht hebben. En ze hadden eigenlijk meer van die kleppen open moeten doen, zodat het water... Ja. Langzamerhand zou kunnen stromen. Nou hebben ze alles laten zitten en niemand onderzoekt het. En dan krijg je dit natuurlijk probleem. En ik vind dat beide regeringen en deze en de vorige daar schuld aan hebben. Nou, ik zou meer zeggen dat beide partijen al langer dan 10 jaar zijn gewaarschuwd over hetgeen dat nu gebeurt. Ja. Zoals u de nieuws had gevolgd, is er ook aangegeven dat dit er grote kansen zouden ontstaan dat dit zou kunnen gebeuren. Ja. We hebben te maken met het vervuilen van onze natuur hier in Suriname. Boskap en goud is nog steeds zwaar hier in Suriname. Iedereen weet wie bezig is en wie wat doet, maar iedereen blijft stil. Ja. Dit alles zou aangepakt worden voor de verkiezingstijd in een campagne van de heer Santokki, dat hij aan heeft gegeven. Dat we strakker zouden optreden tegen dit soort mensen en activiteiten. Vandaag de dag gaan alles gewoon normaal door. Dus sommigen zijn zelfs erger geworden. Zeker weten. Criminaliteit is nog nooit zo groot geweest in Suriname. Kinderen van 14, 13 jaar die hun zelf verkopen voor een potje, is nog nooit zo erg geweest hier in Suriname. Het respect naar de ambtenaren, ook de politieagenten onderling, hoe ze met elkaar omgaan, is net als, er is geen respect meer. Ja. Weet je, en zodra er geen goede leider daarboven is, iemand met normen, waarden en principes, zodra iemand die niet geïnteresseerd is in geld, gaan we nooit uit deze situatie komen. We hebben te maken met machtzuchtige mensen en geldzuchtige mensen hier in Suriname. En dat is het cultuur. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Ik heb duidelijk aangegeven in elke interview van elke station hier in Suriname. Persoonlijk wil ik helemaal geen politieke vrienden hebben. Mijn politieke vrienden zou zijn de burger van Suriname en Suriname zichzelf. Ja. Ja, nou, dat is. U hebt gelijk. Suriname verkeert in een.
een situatie die nog nooit eerder zo ernstig geweest is. Omdat ze allemaal boter op hun kop hebben. Precies. En zodra je boter op je kop hebt, ga je nooit een vinger kunnen aanwijzen dat je die persoon gaat opsluiten. Je gaat die andere persoon nooit kunnen aanspreken. Je gaat nooit een rechtszaak tegen die persoon geven. Ja. Voor het gerecht slepen. Omdat je ook bang bent dat die persoon jou voor het gerecht kan slepen voor hetgeen dat je hebt gedaan. Ja. Daarom ben ik helemaal niet een gierig en wil ik helemaal geen politieke posten hebben. Ik ben vanuit mezelf een ambtenaar, een activist en het hoofdbestuurslid van Pro. Ja. Ik ben tevreden met het minste dat ik heb. Mm-hmm. En ik zal me daarmee maar overleven. Want wat nu hier gebeurt, men geeft je posten. Ja. En krijg je een post, dan is het klaar, horen we nooit meer iets van die persoon. Nee. Meneer Paquito, waar staat Pro voor? Want u bent bestuurslid van Pro. Ik ben hoofdbestuurslid. Ja, maar waar staat die Pro voor? Pro staat voor Partij voor Recht en Ontwikkeling. Partij? Is dat een politieke partij of is het een beweging? Ja, politieke partij. Is een politieke partij. Is een politieke partij. Oké, okay. U voert dus eigenlijk een buitenparlementaire oppositie dus. Klopt. Ja. Oké, okay, duidelijk. Ik wilde rustig zou niet blijven. Ja, ik wilde nog heel even stilstaan bij die dam. Afubakadam. Ja. Acht u de kans reëel dat het dam zal bezwijken of kan bezwijken? Ja. Ja, natuurlijk. Het kan, kijk. We zijn maar mensen. Ja. We zijn niks anders dan mensen op aarde hier. Dat blijf ik aan ieder zeggen. De eentje voelt zich geweldiger dan de ander. Ja. We zijn niks anders dan mensen. Maar we gaan pas realiseren dat we niks anders zijn dan mensen. Totdat natuur ons wees. Ja. Wat we voorstellen in het leven. Zoals u ziet, had men dit nooit verwacht van Berg en Dal. Men had het wel voorspeld, maar dat het zo erg zou zijn, had men nooit verwacht. Ja. Houtkap gaat nog steeds door, dus dat betekent, er wordt niet geluisterd. Ze gaan nog steeds door met illegale goudpraktijken. Ja. Dus, ik ben zeker dat er nog een tweede golf komt. Omdat dit slechts maar een kleine regentijd was, we waren niet in een grote regentijd. Dat komt nog. Dus het komt nog, snap je? En ik ben een beetje, ik blijf de mensen bewust maken, dat is mijn taak als Surinamer. Ja. En dat ga ik blijven doen. Ja. Weet u, voor de rest wil ik niks te maken hebben met deze gasten. Niet dat ik arrogant ben, maar omdat ik al weet hoe er gewerkt wordt. Ja. Ik denk ook niet dat het beter wordt hoor. Want het zou 200 dagen duren voordat we een verschil zouden zien. En de president heeft niet gelogen. We hebben een verschil gezien, maar helaas een negatieve verschil. Een negatief verschil. Nou, ik zou zeggen, God behoede Suriname dat het dan bezwijkt hoor. Want dat, zeker. We hebben op dit moment oprechte mensen nodig. Nu weet ik ook niet meer wie oprecht is. Ik ben bang om naast iemand te staan nu. Omdat ik na een paar maanden mijn ogen open maak en ik zie dat die persoon aan het positief gaat. En ik hoor nooit meer iets van die persoon. Als zaken fout gaan. En het is gewoon vreselijk. Ik denk dat Suriname, het enige wat Suriname nog kan redden, is een zakenkabinet van topmanagers zonder politieke binding. Zonder politieke binding. Om te doen wat er moet gebeuren. En het belangrijkste van een zakenkabinet is, een zakenkabinet van toppers is niet bang voor verkiezingen. Want ze zijn eenmalig. Zonder dat gaat Suriname er niet uitkomen. Ik ga u wel bij deze uitleggen. Ik zelf ben een ondernemer. Ja. Eigenlijk sinds ik jong was. Uh-huh. 17 jaar had ik mijn barbershop al. Uh-huh. Waar er geld is, daar verandert de mens. Een zakenkabinet is op zichzelf een geweldig idee. Nogmaals, niet dat het verkeerd is. Uh-huh. Maar wanneer er mensen zijn die niet op één lijn zijn, Daar komen de fouten. En hetzelfde hebben we met politiek. Het enige wat Suriname eigenlijk nodig heeft, is een integere leider. Een leider die niet bang is om iemand zo snel als mogelijk op te sluiten. Als ze bezig zijn met corrupte praktijken. Ja. Mensen op te sluiten die niet kunnen aantonen hoe ze aan hetgene ander komen.
het een en ander komen, want we hebben te maken met mensen die helemaal geen geld hadden. Ja. En in politiek komen. En na een jaar hebben ze een hele mansion. Ja. Begrijp je? In Amerika is er wel een instantie waar die mensen naar je toe komen om te vragen, maar kan je dit aantonen? Hoe kom je hier aan? Ja. Weet je? En ja, dat moeten we hier hebben. De controle is vreselijk zwak. Ja. De meeste mensen die de posten hebben, die moeten controleren, zijn even corrupt. Ja, dat is het probleem. Ja, dat klopt. Dat is het hele probleem. We hebben gewoon integere mensen nodig. Leiders. Of één maar. Laat maar zeggen, één integer persoon. Die niet bang is om elke corrupt persoon op te sluiten. En voor een lange periode, want zo alleen kan iemand beseffen toch? Ja, maar fout of niet. Ja, en dat is het probleem. Ja. Een zakenkabinet is een prachtig idee. Nogmaals, is net ik een afkeur. Ja. Maar waar er geld is en mag, daar komen de problemen. Ja. Maar goed, hoe wordt dit, als we het over die problemen van wateroverlast hebben, hoe denkt u dat op korte termijn de zaak kan worden verholpen? Nou, als ik althans de president zou zijn van Suriname, zou ik onmiddellijk naar het buitenland gaan, kijken welk bedrijf, internationaal bedrijf, zeg maar, jaren ervaring hiervan heeft. Ja. Met een hele delegatie komen naar Suriname. Ja. En er werk van maken. Ja. Eenmaal er gelden worden genomen van de IMF. Mm-hmm. Is dit onze eerste prioriteit op dit moment. Ja. Toch? Er is aangegeven ook op tv dat de mensen van Noord die op Noord wonen, mm-hmm, In de toekomst naar Zuid moet gaan verhuizen vanwege waterhoogstand. Ja. Terwijl dat niet het alternatief is. Als je best wel verstand had van je vak, dan zou je weten dat je nu ietsje verder in de rivier moet gaan. Mm-hmm. Een dam gaan maken daar en dan zo gaan we verder. Dat die mensen langer kunnen wonen. Generaties of generaties. Ja, maar goed. Maar er worden projecten geschreven op dit moment. Ja. Projecten worden gestuurd naar het buitenland. De investeringsbedragen worden gestuurd naar Suriname. En de praktijken worden nooit uitgevoerd. Ja. Nou, kijk, ze kunnen toch een voorbeeld nemen aan Nederland. Als je kijkt, Nederland ligt heel laag. Dus onder de zeespiegel. Als men de zaak niet controleert en goed beheert, dan is heel Nederland onder water. Iedereen gaat dood hier, bij wijze van spreken. Dus daarom houdt men daarmee rekening? Zijn er voldoende deskundige mensen die van generatie op generatie hierop studeren en de zaak ook in de gaten houden? En maar ik dat bedoel, we hebben een ego-probleem. We denken dat we het beter kunnen. We kunnen het niet beter. Nee. Helemaal niet. Precies. Maar als ik kennis moet gaan nemen, zou het behalve iemand van Suriname zijn. Ik zou kennis willen nemen van een buitenlander die praktisch ervaring heeft. Ja. Iemand. Het is net als wanneer je iemand naar advies vraagt hoe je je leven moet leiden, terwijl zijn leven zelf naar de klote is. Ja. Snap je? Dus ik ga naar iemand met ervaring. Ja, als we het niet kunnen, moet je man genoeg zijn om te zeggen, brada, we kunnen het niet. Nee. Wat moeten we doen en hoe moeten we het aanpakken? Ja. En als de buitenlander naar jou komt en zegt bijvoorbeeld, kijk, we hebben een bedrijf hier in Nederland die dit gaat kunnen aanpakken voor 80 miljoen euro, dan is dat het. Ja. Dan is het die 80 miljoen euro. En dan gaan wij als Surinamer meehelpen. En dan gaan we lering nemen en dan gaan we kijken hoe de buitenlander het doet. Klaar, punt uit. Maar, meneer Beervliet heeft gelijk. Ja. Het belangrijkste van Suriname is het leiderschapsprobleem. Ja. Een leider die tegen het volk zegt, deze man is een deskundige uit het buitenland. Het mooiste is een Surinamer. Surinaamse ingenieur. Ja. Hij komt hier, hij bepaalt. En jullie houden je mond. Klopt, dat is wat gebeurt. Ja, en als de leider in Suriname dat niet doet, dan gaat alles fout. Zeker. Soms is een project om uit te voeren niet eens zo moeilijk. Bijvoorbeeld, ik heb in het verleden vergaderd met alle oppositiepartijen.
En coalitiepartijen. En het ging meer over het opzetten van iets. De vergadering duurde te lang voor iets dat ik zelf kon doen. Ja. Niet dat ik arrogant wil zijn. Nee. Het is zo gedaan. En ze vergaderen uren erover. En daarom zijn we vandaag hier waar we vandaag zijn. Ja. Oké. Meneer Paquito, meneer Biervliet. Meneer Paquito, we gaan zo langzamerhand naar het einde van het interview. Heeft u nog een boodschap voor onze luisteraars, meneer Paquito? Ik heb maar één boodschap. Kijk, iedereen belt mij en vraagt me, Paquito, wanneer ga je weer op straat? Ik vecht nu al volgens mij, als je het goed oplet, 7 of 8 jaar voor ons geliefd land Suriname. Ja. Wat gebeurt tijdens de verkiezingstijd? Ze blijven dezelfde fouten maken. Ja. Om op corrupte idioten, zal ik het maar zo grof zeggen, als u het niet erg vindt. Corrupte idioten, die nooit iets voor zichzelf hebben betekend, nog voor Suriname, de kans geven om het land te roelen. Ja. En dan wanneer zaken fout gaan, dan schroot iedereen Paquito, wanneer ga je op straat? Ik vind van, geef nieuwe en integere mensen met normen en waarden en principes, de kans om het land te draaien. En bij deze jonge mensen, we zijn nu 40 plus jaar verder, onafhankelijk, we mochten nooit in geschiedenis in zo'n situatie belanden, waar we goud hebben, we hebben water, we hebben hout, we hebben gronden om massaproductie, pinda, we kunnen olijfolie, brada, we kunnen alles doen in Suriname. We kunnen een van de grootste producties laten worden in het Caribisch gebied, op internationale schaal. Ja. En ik blijf zeggen, we weten niet hoe we olijfolie moeten maken. Brada, dan brengen we buitenlanders naar Suriname. Ja, precies. Hoe moeten we dat doen? Wat voor machines hebben we nodig? Ja. Klaar. Precies. Een mooie boodschap, ik zal zeggen, keep hope alive, dat is ook heel belangrijk. Ik heb altijd hoop. Nee, daar zou ik wil u bedanken voor het interview en we zullen ook in de toekomst bij u terugkomen. Meneer Paquito, meneer Biervliet. Ik sta er altijd open voor, ik denk over 2 of 3 maanden ben ik in Nederland, heb ik ook een paar interviews. Ja. En ik ben wel bereid om bij jullie te komen, want ik vind jullie programma best wel interessant. Dank u wel, dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, oké. Dankjewel. Luisteraars, we zijn zo meteen terug bij u met onze volgende gast. Owen, hoe ging het? Wat vond je ervan? Nou, dit soort mensen, als deze meneer Biervliet, klip en klaar gewoon de waarheid vertellen. Dus geen verhalen eromheen. Ja. Maar gewoon eerlijk zeggen, we kunnen het niet, we hebben hulp nodig, halen die hulp en mond houden. En dat is het probleem van Suriname. En het grootste probleem van Suriname is, we hebben geen enkele leider die dat zo doet, klip en klaar. Daarom verwijs ik steeds naar Singapore. No nonsense, zero tolerance, presteren en produceren. En zo'n leider moeten we hebben in Suriname, en die hebben we niet. Nou, ik heb hem gevraagd, hè, omdat hij is niet gelieerd aan de politiek. Ik bedoel, hij heeft de politieke partij pro, waar hij is hoofdbestuurder, maar hij is niet afhankelijk van de politiek. Hij is ook niet, heeft zijn eigen bedrijfjes. Hij is ondernemer en dat maakt hem ook een beetje onafhankelijk. Ja, maar je hoort wat hij zegt. Hij zegt, er valt geen land te bezeilen. Met een leiding die zelf niet dat heeft om mensen te begeesteren en mensen in te zetten en te activeren om het goede te doen. Als je nagaat, ik moest daar zo lachen. Nee, bijvoorbeeld bij. Heb je iemand aan de lijn? Wat zeg je? Ik moest nog zo lachen. Op een gegeven moment wordt er gezegd. Die mensen uit het buitenland, de diaspora, moeten niet denken dat ze ons gaan komen zeggen wat we moeten doen. Kijk, dat is het probleem van Suriname. Ja. Die deskundigen uit het buitenland weten veel meer dan jij. Ja. Dus als je dat al niet erkent, dan is Suriname terechtgekomen waar we nu zitten.